Dan geef ik het woord aan de heer Omtzigt. Ik heb 1 minuut 22 om te spreken. Ik heb de recht op, dat staat in het reglement van orde. Ja, maar ik 1 minuut 22 wordt tot de voorste gewoon doodgemaakt. De Kamer hoort de beraadslaging, overwegende dat er veel handel plaatsvindt tussen Turkije en Nederland. Overwegende dat die handel leidt tot veel banen en economische groei voor Nederland. Overwegende dat de 400-jarige diplomatieke betrekkingen beide landen veel economisch voordeel heeft opgeleverd. Spreekt zich ervoor uit dat de handelsrelatie met Turkije zoveel mogelijk geoptimaliseerd wordt en waar mogelijk nog verbeterd wordt. En gaat over tot de orde van de dag. Ja, voorzitter, ik vroeg mij af of dat de fractie van Denk louter wil inzetten op nog betere handelsbetrekkingen. Of misschien ook oog heeft voor dat wat niet gaat en steun zou willen geven aan al die journalisten en mensen die om politieke redenen ofwel in de gevangenis zitten ofwel onderdrukt worden. Nou, dat is een punt die al jaren, bijna iedere maand hier wordt bediscussieerd. En wat Denk nu inbrengt is dat we ook onze handelsrelaties moeten verbeteren, waardoor er weer mogelijkheid is, en dat heeft de minister terecht tijdens het algemene overleg gezegd, als ik in overleg ben en als ik daar ben en als ik een goede communicatie heb en als we daar goede betrekking hebben, kan ik ook wat meer betekenen. Ik denk dat de lijn nu moet zijn na jaren bagger en na jaren ellende, en met name vanuit uw kant, omdat u toch de, ja, laten we eerlijk zijn, toch een terroristische organisatie als PKK wil steunen. Nou, dat we nu naar een tijd gaan, dat we toch naar de oude tijd gaan, dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Dit is de zoveelste keer dat u mevrouw Karabulut in dit geval verdenkt iets met terroristische organisaties te maken te hebben. Heeft u daar bewijzen voor? Want ik vind het aantijgingen naar collega's best wel heftig. Daar gaat de voorzitter niet over. Jawel. Nee. Want het gaat om persoonlijke Nee, daar gaat de voorzitter niet over. U geeft iemand een derde termijn. Vervolgens ben ik in discussie met mevrouw Karabulut. Ja. En dan probeert u zich daarin te mengen. Ja, maar ik vind persoonlijke beschuldigingen. Nee, maar daar is mevrouw Karabulut zelf verantwoordelijk voor. Persoonlijke beschuldigingen, of het nou om mevrouw Karabulut gaat, ja, of wie dan ook. Ik vind dat nogal wat u zegt. Als wij beschuldigd worden, zegt u niks. Een terroristische organisatie zal 30 jaar mensen aan het vermoorden in Turkije. SP-fractie en mevrouw Karabulut voorop zegt geen woord. Al die kinderen, al die ouderen die daar vermoord worden, al die soldaten die daar vermoord worden, laat je gewoon links liggen. En dat is wat ik bedoel, mevrouw Karabulut. Spreekt eens een keer uit dat u geen PKK-vriend bent, dat u PKK een terroristische organisatie vindt. Spreekt dat eens een keer uit, dan stopt de discussie ook hier. Ik heb er geen enkele moeite mee om uit te spreken dat de PKK een terroristische organisatie is. Maar voorzitter, ik probeer ook uit te leggen dat wanneer we dat probleem zouden willen oplossen, je dan een vreedzame weg moet volgen in plaats van onderdrukking. Het enige wat ik heb gezegd is van laten we uitspreken dat die handelsrelatie met Turkije verbeterd wordt. En dan krijg je zo'n aanval. Maar ik ben blij, mevrouw Karabulut, dat u zich uitspreekt. Dat u zegt dat PKK een terroristische organisatie is. Maar ik ben ook blij dat u daarmee ook de koers van een aantal jaar geleden, waarin de SP de terreurorganisatie wilde laten legaliseren, die motie, dat u daar afstand van neemt. En één stap verder zal zijn, kijk, de PKK heeft ook vertakkingen in Nederland, ook hier in Den Haag. En één stap zou verder zijn, ook in Amsterdam, waar u vandaan komt, dat u dan uitspreekt de daden die ze hier verrichten, dat het ook niet kan. Hij wil meer economische betrekkingen, dat mag, dat hij dat wil. Maar moet dat ook gepaard gaan met kritiek op de mensenrechten situatie in Turkije? Dat is de simpele vraag die mevrouw Karabulut hem stelde. Ik heb vaker aangegeven, de wijze waarop de kritiek en op de plek waar de kritiek gebracht wordt, dat bepaalt Denk zelf. En wij hebben gewoon gezegd, en dat heeft de heer Kuzo ook vaker uitgesproken, tuurlijk hebben wij daar waar nodig kritiek. Tuurlijk zeggen wij ook dingen waar nodig niet goed gaat. Maar het gaat erom dat de fracties hier ons proberen in een hoek te duwen en een bepaalde manier te beschimpen en een bepaalde manier te verbinden aan een bepaalde regime. En dat daar niemand, ook geen enkel medium, daar bewijzen voor heeft. En alsnog, ook de woorden van mevrouw Karabulut op het einde, gaat die richting op. Dan hoor je de Kamervoorzitter niet, want dat vindt ze niet belangrijk. Maar op het moment dat de bal terugkaatst, dan is het niet leuk. Even kijken, wie is de volgende spreker? Ik ben nog niet klaar. U bent klaar? Nee. De heer Omtzigt. Nee, ik heb 1 minuut 22.
Het is mooi geweest, meneer Özturk. Dan geef ik het woord aan de heer Omtzigt. Ik heb 1 minuut 22 om te spreken. Ik heb de recht op, dat staat in het reglement van orde. Ja. Ik geef het woord aan de heer Omtzigt. Ik heb 1 minuut 22. Ik heb gewoon 1 minuut 22. Iedereen krijgt het. Meneer Özturk, dit heeft geen enkel zin om op deze manier door te gaan. Dan ga ik nu eigenlijk over naar de heer Omtzigt van het CDA. Roermond doodgemaakt. Ja, maar ik heb 1 minuut 22 tot de voorste Roermond doodgemaakt. Ik ga gewoon klachten indienen. Doe dat. Het woord is aan de heer Omtzigt namens het CDA.